Deze bijdrage wordt mede mogelijk gemaakt door Historische Kring Gransbergen de Krim. Dankjewel Klaas Wolfs voor de mooie woorden. Beste mensen, van harte welkom hier op het landgoed De Grote Scheren op Hondhonen, moet ik zeggen. Bijzonder woord van welkom aan mijn collega, zijn echtgenote uit Koevoorde, ik ben bouwmeester. Mooi bij de wind. Het is ook goed om hier te zijn. Lang geleden werd hier een slag uitgevochten tussen de Drentse boeren en de bisschop van Utrecht. Dat is lang geleden. Iedereen heeft zich inmiddels verzoend. De Drentse boer die stelt een ploeg overhandigd aan de historische vereniging. Dat zegt ook al wat dat hij dat weggeeft. Maar was dus ook niet veel meer. Dat is ook wel helder. Maar het is mooi dat de burgemeester van Koevoorde hier is om de openingshandelingen samen met mij te verrichten. Het is goed om hier in deze landelijke omgeving, waar de landbouw nog steeds in hoog in vaandel staat, te zien hoe dat de eeuwen geleden eraan toe ging, hoe men hier het land bewerkte, hoe het geoogst werd en hoe dat tot mooie producten werd gemaakt. En dat is wat u hier vandaag kunt zien. Ik hoop dat u daar volop van gaat genieten. De omstandigheden zijn super. En ik wil iedereen een hele mooie dag toewensen. Ben, mag ik jou het woord geven? Ja, dankjewel Peter. Mooi om hier de wind, zal ik dat maar zeggen. Hoewel het absoluut niet voelt alsof wij een strijd met elkaar te voeren hebben. Want volgens mij is het al eeuwenlang zo dat we ons gezamenlijk verzetten tegen ongewenste invloeden uit het westen. Alle toeristen hier vandaag uit het westen en alle import natuurlijk van harte welkom. Maar daar moeten we tegelijkertijd oog van hebben. En dat past ook goed bij deze tijd, denk ik. En daarom vind ik van die studie ook zo fantastisch. Omdat het laat zien wat de eigenschappen van dit gebied zijn. Dit deel van Nederland, Oost- en Noordoost-Nederland, zelfs een Kruisgaard-Bentheim, zo vlak bij de deur. Daar weten we in deze historische verenigingen de weg ook heel goed naar te vinden. Want dat maakt toch het karakter en ook dus het aantrekkelijke van dit gebied. En dat wordt alleen maar zichtbaar als er mensen zijn die er daarvoor inspannen. Dus ik deel graag ook het grote compliment aan alle vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat dit alweer voor de 9e keer begeleiding kan plaatsvinden. Ik ben erg blij dat we daar op deze manier deelgenoot van kunnen zijn. En wie weet leer ik hier weer vandaag iets, want ook voor evenementen in mijn gemeente weer een mooie opsteker zal zijn. Ik sluit me graag aan bij de wens van mijn goede collega Peter Snijder. Iedereen een fantastische dag toe. Veel plezier. Mensen, even naar voren. Te vroeg gezegd. Ja, maar ik wel. Nee, maar dat is het, hè. Ik heb het. Hör it! Ich hab alle nicht anders, nicht? Mensen, u ziet dat het vroeger nog niet allemaal zo eenvoudig was. Ja, nee, in de voort. Nee, dat niet wel. Oh, kijk eens aan. Oh, maar echt, jongen. Ga goed pakken, kinderen. Al doet me leert, man. Ja.
Het goed is, trek hem er vanzelf weer. Teun Nijsink en Frank Altena, jullie hebben de ploeg gerestaureerd, begrijp ik, voor het museum. Wat was dat voor een klus? Nou, een hele klus. Ja, grote klus. Hoe lang hebben jullie eraan gewerkt? We zijn eind leerjaar 3 bezig geweest. Of begonnen met het berekenen wat we allemaal nodig waren. Toen hebben we hout besteld. Ongeveer rond midden leerjaar 4 is het hout binnengekomen. En toen zijn we begonnen. En hebben ze jullie uitgekozen van, nou, jullie moeten dit gaan doen, jullie docenten? Ja. Of heb je jezelf als vrijwilliger aangemeld? Nee, we hebben ook wel een beetje gezegd van, oh, dat willen wij ook wel doen. Als de docent heeft ons dan ook gekozen van, jullie moeten wel wat doen. En Frank, wat vond jij ervan? Ja, dat was wel heel mooi om te doen. Ja, wat was er zo leuk aan om te doen? Ja, gewoon oude techniek gebruiken, hoe ze dat vroeger maakten, zo met het hout. Dat was wel heel interessant om dat te weten, zeg maar. Om dat zelf ook een keer te doen, zeg maar. Ja, en jullie gaan nu waarschijnlijk weer een nieuw project doen. Heb je al enig idee wat dat betekent? Wij gaan zelf vervolgopleiding doen. Dus er zijn andere leerlingen op Veghel die gaan dat doen, zeg maar. Maar een vervolgopleiding in wat? Ik doe een vervolgopleiding timmer. Oké. Ik ga meubelmaker. Aha. Maar jullie weten niet wat het volgende project is voor het museum? Ja, een oude kleedwagen. Oké. En vind je het jammer dat jullie daar niet aan meewerken? Ja, het lijkt me wel een mooi project, maar... Ik vind de ploeg mooier. Dat krijg je ook niet in één jaar af, denk ik. De ploeg is mooier, dus. Maar waarom is de ploeg mooier? Nou, gewoon, heb je tenminste wel een kleedwagen, ja. Ja. Ik weet niet hoe je dat zegt, maar kleedwagens, ja... Die zijn er niet meer, bedoel je? Ja. Oh. De ploeg is meer die kleine dingen van de details. De kleedwagen is meer van de klanken en dan de wielen. Oh, jullie zijn meer van de details? Ja. Dat denk ik wel. Oké, super. Wat, uiteindelijk wil je dus timmerman worden? Nu? En Steenbergen. Ja, uiteindelijk wel. En blijven jullie hier de hele dag rondstruinen op de Oosterdag? We gaan een rondje doen. Halfweg gaan we terug, denk ik. De Oosterdag. We gaan even rondlopen, even kijken wat er nog te doen is. En dan gaan we die kant weer op. En dan ga je die kant weer op. Mensen die net binnenkomen, hartelijk welkom op de 19e oorsdag hier in Volkome. Hallo, voorzicht. Aan de kant. Anna, bedankt. Ja, dank u. Hallo, let op. Klaas Bolks, voorzitter van de historische vereniging Gransbergen.
Het is vandaag zaterdag 2 augustus 2014, oogstdag. Is net goed op gang gekomen. Wat is jouw eerste indruk vandaag? Het is druk. Druk en warm. Ik heb al verschillende mensen horen vertellen van dat ze al meer mensen hebben gezien dan de vorige keer. Dus wat eigenlijk elk jaar weer zo is, er komen steeds meer mensen. Het is eigenlijk meer van, het was steeds meer een reunie. Steeds meer mensen die komen hier weten van nou, oogstdag hier in Altona. Zien we elkaar weer, er komen steeds meer mensen. En wat is de schatting? 1000, 2000, nou, 10.000? Er komen duizenden mensen. Wij houden het niet exact bij, althans, ja, we kunnen het een van de middag wel zeggen, maar er komen jaarlijks duizenden mensen. Nou hoorden we burgemeester Bouwmeester bij de opening zeggen de 9e oogstdag. Ik begreep dat dat niet helemaal klopt. Nee, het is de 19e oogstdag. We hebben een paar keer op een ander terrein gezeten, maar de laatste jaren zitten we hier. We hebben ook eens een keer op we zijn bij Habers begonnen. Daar het bureau Gerrit zijn we nog een keer geweest. We zijn nog een keer op de Volkscheren zelf een aantal jaren gedaan. En ook de laatste jaren zijn we hier. Wat is het succes van de oogstdag? Nou, het succes is toch wel dat we mensen laten zien hoe het oogstproces vroeger ging. Men vindt dat prachtig met die paden en die trekkers en die oude machines. En het beweegt allemaal, het maakt geluid. Ja, het is indrukwekkend. Indrukwekkend. Dat is ook de reacties die u krijgt van het publiek. Ja. Van de organisatie. Wat? En natuurlijk allemaal bedekken dat we alle net muntjes die u bij de kassa kunt halen. Sorry, met de koetsen en de beren. En inmiddels is normaal is even, we gaan het peert achter de wagen spannen, maar de peert is. En hoe zit het met het aanbod? Neemt dat ook elk jaar toe op de markt, zeg maar, de nostalgische markt? Ja, we kunnen altijd nog wel volop kraam geven. Dat is geen enkel probleem. Ik hoorde u ook zeggen bij de opening. Dat gebeurde met een staatploeg, hè, die is gerestaureerd door leerlingen van het Techwell College, ja. Dat er een nieuw project aankomt. Ja. Waar hebben we het dan over? Nou, we hebben nog een kleedwagen staan. En die gebruiken we altijd ook, gebruiken we nog wel eens, maar dat ene rad is niet altijd best. Dat blijft vastzitten en is altijd een heel gehannes. En wij zijn nu met die Vechtal College in onderhandeling om te kijken van, of we die ook zo kunnen laten knappen. Het is tevens voor hun een leuk leerproject en met name ook een restauratieproject. Want zo leren de leerlingen dus ook van hoe het dus vroeger ging. En, ja, het is een goede samenwerking moet ik zeggen. Is het het begin van een duurzame samenwerking? Dat hoop ik. Ik hoop dat heel veel leerlingen van die school dat bij ons verschillende dingen op kunnen knappen. Even terug naar de oogstdag, de 19e vandaag, dus betekent volgend jaar in 2015 een jubileum. Ja. Wordt het nog groter dan we vandaag zien? Nou, ik kan natuurlijk niks verklappen, maar we gaan wel bezig om een aantal extra dingen te doen. Het is een feest voor ons ook, dus en ook voor een feest voor de mensen die hier al zo lang komen. Dus we zullen zeker, voor zover ik ook onze oogdagcommissie ken, zullen we zeker met iets nieuws komen. Maar u hebt nog geen idee wat dat nieuws is? Nou, we hebben wel ideeën. We hebben daar vanmorgen al even over gebrainstormd en natuurlijk eerder ook al, maar er moet nog uitgewerkt worden. Maar u kan niet een tipje van de sluier alvast oplichten. Voor onze kijkers? Nee, want als het niet zo is, dan dat zou niet mooi zijn. Nee. En dan moet je misschien ook wat zeggen van mensen die het dan misschien nog niet weten, dat we die wel gaan vragen. Dus, wij zijn benieuwd naar het resultaat volgend jaar. En veel succes met deze dag. Dank u wel. En je bent natuurlijk volgend jaar welkom.